De vakcentrale C47 wil dat de regering de vakbonden betrekt bij het nemen van maatregelen en het maken van beleid. Vandaag hield C47 een assemblee van de arbeid in het SPA-gebouw. Bondsvoorzitter Robbie Berenstein is evenals de andere bestuursleden ingegaan op de verhoogde brandstofprijzen als gevolg van de unificatie van de wisselkoers en de effecten hiervan op de werkende klasse. Berenstein vindt dat de regering eerst draagvlak moest zoeken bij de vakbonden voordat er beslissingen werden genomen. Tot nu toe heeft de regering weinig onderhoud met de vakbonden gepleegd, aldus de vakbondsman. Hij begrijpt wel dat de huidige regering dankzij de vorige nu financiële problemen heeft. Als je kijkt naar het regeerbeleid van de regering, doe stemweg 25 mei. Dat regeerbeleid dat ja, om in Fukajun, een heleboel problemen vanwege het beleid. We hebben meegemaakt onder andere a big spending, een massale overbesteding lanti. Monegoso, ja, de vieze tochten en legpas, schuld en mekkie, zonder of denk je aan volgende generatie. Berenstein is ook behoorlijk ontevreden over de invulling van de posities in de Raad van Commissarissen van parastatale bedrijven. Volgens hem heeft de regering politieke loyalisten geaccommodeerd die slechts aan zichzelf denken en niet aan de welvaart van de bedrijven. Abiwang lid in het bestuur, als RVC of als stichtingsbestuur. En niet als doel, dat je erna een potwa man of setwa man kon, dat ontdekbaar. Nee, als middel voor het bedrijf contact met de prijzen bakken. Het bedrijf komt bakken dat een spoor bij de betekenis bakken de samenleving naar de UNO leek Urokoma. Vakbondsman Robbie Berenstein. Hij sprak vandaag op een assemblee van de arbeid van C47 in het SPA-gebouw. Berenstein wil dat de regering de vakbonden ook betrekt bij het maken van beleid en het treffen van maatregelen om de economie te herstellen.